Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ben ik met de X10 Pro op pad. Gewoon even lekker op een sportveldje. Kijken of ik wat eurotjes kan rapen. Kijken of ik nog wat andere grappige vondsten kan doen. En jullie hebben het misschien al een klein beetje gemerkt, maar ik ben iets minder aanwezig. En dat is niet omdat ik de hobby stop gezet heb of omdat ik het niet meer leuk vind of noem alle redenen maar op. Dat komt omdat Wilma zwanger is. Daniel krijgt een broertje. En dat is hartstikke leuk, daar heb ik heel veel zin in. Maar dat betekent wel dat Wilma naast haar werk gewoon heel veel moe is. En dat ik wat meer tijd thuis besteed om aanwezig te zijn waar ik nodig ben. En dat is eventjes belangrijker als video's maken. Dat is dus de reden waarom er een heel klein beetje minder geüpload wordt en waardoor ik een heel klein beetje minder aanwezig ben. Ik zal niet verdwijnen. Wat wel gaat veranderen, en dat is echt wel een dingetje. Ik ga er even bij zitten. Wat wel gaat veranderen, en dat is echt wel even een dingetje, dat is het delen van mijn video's. Er zijn de laatste anderhalf jaar ontzettend veel nieuwe mensen bijgekomen die ook een camera meenemen. Onder het mom van YouTuber. En die delen ook ontzettend vaak hun video's. Net als dat ik dat doe. Dus ik ben daar net zo goed schuldig aan. Maar het effect daarvan is dat er nu zo verschrikkelijk veel filmpjes online komen. En het wordt zo verschrikkelijk veel gedeeld op Facebook. Dat ik heb gekozen om een stapje terug te doen. En dat bedoel ik niet mee het aantal video's of het aantal informatie of de Toy Soldier op zich. Want dat blijft nog net zo goed bestaan als dat het hiervoor bestond. Maar ik ga wat minder delen. Er zijn best wel veel Facebookpagina's die het gewoon heel vervelend vinden. Al die video's in hun pagina. En er zijn heel veel mensen die zien die video's als spam. Overkapte reclame. Noem het allemaal maar op. Al die redenen. Ik heb geen zin om al die discussies aan te gaan. Ik heb geen zin om achteraan de rij te sluiten of vooraan te dringen. Ik doe gewoon mijn video's uploaden. En als jij het heel erg leuk vindt om mij te volgen, dan kan je ze terugvinden op YouTube. Je kan ze terugvinden op Facebook op mijn eigen pagina, de Toy Soldier Metaaldetectie. Als ik iets van Quest doe, dan deel ik dat uiteraard ook op Quest. En zo zijn er toch nog wel een paar pagina's waar ik aanwezig zal blijven. Maar over het algemeen, op de grote hoeveelheid, hoef je bij mij niet meer te rekenen. Dus als je me wil volgen, is het des te belangrijker om eventjes te abonneren en het belletje in te drukken. Dan blijf je wel op de hoogte. En zo zie je altijd wanneer ik een nieuwe video upload. Dat gezegende te hebben, ga ik nou zoeken. Zoals jullie al gezien hadden, ben ik een nieuwe schotelend tester. Ja, ik moest hem weer even opzoeken. Ik had een target en ik was hem weer kwijt. Dit is een heel klein schoteltje. Ja, die is nog niet leverbaar. Daar ben ik gewoon alleen even mee in testen. Maar wat ik gemerkt heb is dat deze niet zo diep gaat, maar ontzettende kleine frummeltjes pakt. Dus ik hoop dat dit een klein dingetje is. Weet je natuurlijk nooit van tevoren. Oh, ik zie hem al leggen. Ik zal je er even bij halen. Zo klein was die niet. Maar ik denk dat ik al een stuk of 10 gaatjes heb gehad. Met echt met hele kleine friemeltjes erin. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. Nou ja, dit is in ieder geval 10 centjes. Het leuke van deze X10 Pro is dat hij nagenoeg hetzelfde is als de X10 zoals die was. Hij is alleen volledig waterdicht, dus je kan er ook mee water zoeken tegenwoordig. Maar hij heeft ook een eigen programma. Als je de machine aangezet hebt, blijft hij precies staan zoals die stond. En hij heeft meerdere tonen. Je kan dus in ieder programma kan je kiezen tussen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tonen. En het verschil tussen meerdere tonen, dat weten de meeste mensen wel. Maar het verschil tussen meerdere tonen en 6 tonen is dat je
heel veel nuances krijgt. Dit is, als ik even kijk, 3 tonen. Maar als ik nu dezezelfde munt op 6 tonen zet... Een heel ander geluid, hè? Als ik dan, wat had ik net gevonden, een treklipje. Muntje. Treklipje. Klinken toch totaal anders. Nog een ding waar je met een extra klein schoteltje op moet letten, is dat je heel langzaam moet lopen. Want anders sla je heel veel over. Recht zwaaien, voetje voor voetje. En dat is geduld hebben. Nou, ik zit er een beetje naast, denk ik. Daar is die. Oude vertrouwen 20 centjes. Die blijven wel mooi, hè? Ja, ze zijn wel vies. Er zit een klein beetje verkleuring op, maar... Deze gaan nog wel redelijk. Denk een blikje. Gok ik zomaar, hoor. Zie je. Ik was weer veel te fanatiek met graven. Een blikje. Het is wel een mooi voorbeeld. Ik heb hier een target. Als ik hem heel kort doe, dan geeft hij een mooi geluid. Maar als ik hem ietsje verder eroverheen zwaai, komt er een toontje na. Als ik nou 20 cent pak die ik net gevonden heb en die leg ik hier neer. Maakt niet zoveel uit hoe ik zwaai. Blijft altijd een beetje hetzelfde geluid. Maar als ik hier al graaf. We gaan het zien. Ik kan het natuurlijk niet voorspellen, maar ik heb zo'n gevoel dat het dan net weer wat anders is. Ja, een oude pooltap. Laat mijn gevoel me toch niet in de steek. Dat is nou het verschil tussen bijvoorbeeld een oude pooltap, een treklipje, maar dan de oudere. Want de nieuwere die komen veel lager binnen en die zijn wel mooi, maar die komen echt veel lager binnen. Maar die oude die willen je nog wel eens in de maling nemen. En dat is nou net het verschil tussen een muntje en een oude pooltap. Toch opgraven zou ik zeggen, maar voorkomt een hoop teleurstellingen. Daarentegen, als je blijft volhouden, dan komen ook vanzelf de muntjes weer op je af.
En wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Nou, kom vanzelf, als we maar doorgaan. Als dat er geneemd wordt, dan weet ik het ook niet meer. Oh, kijk eens. Nou, die is nog niet zo oud. Dat is het voordeel van op zo'n grasveldje waar doeltjes staan. Het is een euro trouwens. Je kan daar blijven zoeken. Als je gezocht hebt en je denkt ik heb alles gehad, dan wacht je gewoon een paar weken. Laat die jongens lekker voetballen met hun trainingszakken. Helemaal vol met geld en laat ze die slidings maar maken. Op een gegeven moment ligt er gewoon weer nieuw geld. Bedankt jongens. Sportende jongens. Gezond. Vooral doorgaan met voetballen. Nou, om eventjes duidelijk weer te geven van wat ik gevonden heb, is dit allemaal troep en dit zijn de muntjes. Het is 2 euro 20, 2 euro 25 en een Nederlands 5 centje. Dus ja, ook dit hoort erbij. Dit was weer de video van de Toy Soldier. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat jullie blijven kijken, uiteraard. Ondanks dat ik niet meer massaal ga delen op Facebook, maar me eigen ga concentreren op Facebookpagina de Toy Soldier en op YouTube. En verder ga ik heel erg meegenieten met Wilma, met de zwangerschap. En ik hoop dat er een mooi mannetje uit gaat komen. Broertje voor Daniel. Dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.